Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 20 oktober 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Nog even de mededeling die deze week de hele week langskomt. Vanaf zondag 25 oktober begint de avonduitzending van de Daily Minutes in plaats van 5 over 7 om 7 uur. Vanaf aanstaande zondag dus. Op de site van de Radio Officers Association wordt deel 2 van de Long Silence Falls aangekondigd. Een serie boeken over marconisten, officiële benaming radioofficieren. Het blijkt dat meerdere voormalige radioofficieren die ik ken niet op de hoogte waren van het bestaan van de Radio Officers Association. Ik zal een linkje naar de site en naar het boek op pa0ete.nl plaatsen. Er wordt momenteel af en toe op de band gespeculeerd dat de dag voor de radioamateur mogelijk niet zou doorgaan vanwege de huisvesting van asielzoekers in de Amerikahal in Apeldoorn. Eerder al maakte de secretaris van de Veron bekend dat van afgelasting van het evenement geen sprake zal zijn. De Amerikahal zelf meldt 3 dagen geleden hierover het volgende. Vanuit de Amerikahal doen we er samen met gemeente, politie en COA alles aan om de noodopvang van vluchtelingen in goede banen te leiden. Wellicht ten overvloede, maar toch belangrijk, alle in de Amerikahal geplande beurzen en evenementen gaan gewoon door. De vluchtelingen zijn inmiddels vanuit de hal verhuisd naar de paviljoententen op het buitenterrein. Logistiek en organisatorisch gezien wordt alles zo op elkaar afgestemd dat losstaande activiteiten, evenementen en de opvang elkaar niet in de weg zitten. De noodopvang is sober van aard. De mensen worden voorzien in eten, drinken, kleding, toiletartikelen en een slaapplek. Ze zijn vrij om het terrein te verlaten. Begeleiding van de asielzoekers wordt verzorgd door het Centraal Orgaan Asielzoekers samen met andere instanties zoals Vluchtelingenwerk. Het eerstvolgende evenement dat in de Amerikahal plaatsvindt is het Stoffenspektakel op 28 oktober. Op 1 november volgt dan een vlooienmarkt en vervolgens op 7 november de dag voor de radioamateur. Ook voor daarna zijn diverse beurzen gepland. Nogmaals dus, in de woorden van de Amerikahal, alle in de Amerikahal geplande beurzen en evenementen vinden gewoon doorgang. Dus Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Vanaf vandaag beginnen we met een nieuwe rubriek die vanaf nu geregeld langs zal komen. Beroemde zendamateurs. De ene keer is er veel te vertellen over zo'n persoon, de andere keer weinig. Dus het verschilt in lengte. De aankondiging van zo pas is uit 1961. Het is de inleiding tot deze nieuwe serie en het betreft de officiële mededeling van het belangrijkste wapenfeit waar de zendamateur uit het onderwerp van vandaag onbekend staat. Vandaag hebben we het over Uniform Alpha 1 Lima Oscar. Bij de meeste mensen beter bekend als de eerste mens die ooit de aardatmosfeer verliet voor een baan om de aarde, Yuri Gagarin. Over zijn zendamateurisme is niet zo heel veel bekend, behalve dan dat zijn QSL-kaart een foto van hem bevatte en dat hij onder andere op 20 meter in CW actief was. Gagarin, die bekend stond om zijn korte lengte, hij was slechts 1,57 meter en om zijn altijd aanwezige lach, slaagde in 1955 in de communistische Sovjet-Unie aan de technische school en ging vervolgens bij het leger werken. Zijn eerste solovlucht was in een MiG-15 in 1957. Hij werd vervolgens gestationeerd nabij Noorwegen in de Moermansk Oblast, een van de plekken die bekend staat om het meest gevaarlijke vliegweer van de Sovjet-Unie. Na een promotie in 1959 werd hij in 1960 uit een groep van 19 andere piloten geselecteerd voor het ruimtevaartprogramma. Op 12 april 1961 werd hij vervolgens met een Vostok 3 KA-3 gelanceerd vanaf Baikonur in Kazachstan. Het ruimteschip van Gagarin werd de Vostok 1 genoemd. Ook wordt met die naam vaak naar de ruimtevlucht van Gagarin verwezen. De Vostok 1 voltooide 1 volledige baan om de aarde met het laagste punt op 169 kilometer hoogte. In totaal was Gagarin daarmee 108 minuten van start tot landing onderweg. Gagarin sprong bij de landing zoals gepland op 7 kilometer hoogte uit de capsule, waarbij hij en de capsule elk met een eigen parachute de grond bereikten. Gagarin werd na de vlucht tot nationale held van de USSR benoemd en maakte een triomftocht over de hele wereld. 3 maanden na zijn vlucht was hij bijvoorbeeld in Londen en Manchester.
Gagarin werkte vervolgens 7 jaar lang aan ontwerpen voor een herbruikbaar ruimteschip, zoals later de Space Shuttle. En hij werd bevorderd tot luitenant-kolonel van de Russische luchtmacht en later tot kolonel. Gagarin overleed toen hij en een instructeur op 27 maart 1968 omkwamen bij een ongeval met een MiG-15 UTI. Пилотом космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS. Nu is dat nog om 6:55 en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.